kom voor goud of de beker. Usain Bolt, yeah, beest op die 100 meter. Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is duiker Colin Lee. En wij gaan een heerlijke Minecraft aflevering opnemen. Oh, vet lekker. Ja, ja. En dat wordt heel erg leuk. Zoals je ziet, hij heeft een bril op, maar ik had gisteravond tijdens het game ook de hele tijd een bril op. Dit is namelijk een zogenaamde gamebril. En ik heb hem gisteren opgehad. En ik had serieus het gevoel dat ik gewoon beter aan het game was. Dus dat was wel super bijzonder. Ik heb nog nooit zo'n bril opgehad. En het staat super lelijk. Ik weet het, het is niet cool of zo. Maar nou, op zich was het wel relaxed tijdens het gamen. Dus dat was wel een grappige nieuwe ervaring om even mee te maken hier bij Colin. En wat wij nu gaan doen is dus heel erg leuk. Minecraft opnemen. Op Colin's scherm zie je een webcam. Maar hier bij mij zie je ook een webcam. Hallo! Dus dat gaat super leuk worden. Twee webcams zo naast elkaar. En dan komt die aflevering. Die staat nu waarschijnlijk ondertussen al online. Maar we gaan fucking veel plezier hebben. Ik heb er zin in. We zijn nog niet zo heel erg lang wakker. Dus we moeten ook nog even een beetje wakker worden. Maar dat gaat vast helemaal goed komen in deze aflevering. Dus we gaan knallen, man. Let's go. Let's go. Oh yeah, dames en heren. Ik ben gewoon een banaantje aan het eten. Ik heb net ook een shake gehad. We zijn ons klaar aan het maken voor fitness. En we doen nog even een lijp nummer op. Ik weet een goed nummer om in de mood te komen, man. You ready? Colin, ready? Holy shit, man. Kijk, doe het je, man. Ga ik doen met jou dan. Dat is echt super chille muziek, vind ik. Om mezelf een soort van voor te bereiden voor de gym. Ik heb ook nog muziek wat ik heel vaak tijdens het sporten luister. En die lijst ben ik nog steeds aan het uitbreiden. En als die lijst op een gegeven moment is uitgebreid naar 100 nummers, dan is het misschien een idee om die in de beschrijving te zetten voor jullie. Zodat jullie weten wat voor muziek ik luister tijdens mijn gymsessies. Als jullie daar geïnteresseerd in zijn althans. Laat het weten in de reacties. En heb jij nou nog een perfect fitnessnummer dat je denkt van beast mode! Ja! Of je hebt zoiets van cool power! Zo'n nummer? Laat het mij weten alsjeblieft. Dank u, very vriendelijk. Ik heb er ook één nog. Oh, welke? Ah, ah! Ja! Oké, dan moet je ook zo gaan zitten en zo. Dan ga je zo opstaan en dan loop je zo weg zo. Woe! Super relaxed, ik mag een keertje meesporten met Colin. Dus dikke shout-out naar Jimmy, dat is de eigenaar van deze sportschool hier. En Colin die is gewoon lekker bezig. Ja, hij pakt snel de gewichten op toen ik ging opnemen. Nee. Ik vind het zwaar. Hij houdt het maar 4 keer vol of zo. Nee, maar we zijn gewoon lekker aan het sporten. Een beetje praten over fitness. En ik was ook vooral aan het praten over hoe ik eerst was en hoe ik nu ben. Want zoals denk ik een paar van jullie wel weten, of misschien best veel, ik weet het niet. Hangt vanaf hoeveel vlogs je al hebt gezien van mij. Zagen jullie dat ik iets van een jaar geleden best wel gespierd was en nu gewoon eigenlijk helemaal niet. En dat is echt zwaar kloten, dus ik wil gewoon weer echt terug naar waar ik eerst was. Ja, daar ben ik nu mee bezig. Dus we gaan lekker, man. Oh, die linker, jongen, gek. Come on, man, Colin. Come on. Denk aan het Rocky-nummer. Ik kom voor goud of de beker. Usain Bolt, yeah. Beest op die 100 meter. Ik leg de camera weg, want als hij het niet meer houdt, dan... Mijn visie, homie. Ik kom voor die marathonnen. Ik doe die marathonnen en dan een handstand. Ik bedoel, ik schrijf en ik score met de hand van. In het land van, op de rand van. Doorbreken Nederland in de band van. Ons, dat is die act, de actor. Nog steeds kwalie met de pen. Ik steek tijd in die teksten. Ben die rappers rapper, niet echt die TMF'er. Meer sticks en rhythm, Ali en Jesse. Jesse, het is de generaal. Volg, noem ik je naam, is het nooit om te disrespecten. Never, zonder te slijmen, clever. Rijmen, yeah baby, de flow verandert als jaargetijden. Winnen, nou zegt die mannen het is aan. Ze weten wie ik ben, je mensen kennen mijn naam. Niet dieper dan de meter. V-I-N-N-E. Begrepen, V-I-N-N-E. En weet je niet, oké, we spellen de naam. En ik blijf waar ik ben, dus beter ben je eraan. Niet dieper dan de meter. V-I-N-N-E. Ik liet je wachten op de CD. Ik voorspel de koning winnen dag. Maar die shit is meer als 3D. Ik zag je leven mee, nu kom ik hard. En rap ik op beton als nummer 8 van de EP. Yeah, door de speakers van je PC. Of op het grote scherm HD op je TV. We varen samen op die golf uit de speakers van je VV. Superman hier zo, nog één keer. Anyways, we zijn net klaar met een paar workouts en we voelen hem al aardig zitten. We gaan nu even vet verbranden. Go! En als het goed is... Altijd erna. Eerste kracht en daarna kan je. Oh, hij begint. Start de loopband. Oké. We gaan nu heerlijk nog even hardlopen.
Fuck yeah. Het is aan, ze weten wie ik ben, je mensen kennen mijn naam. Dieper dan de meeste. V-I-N-N-E. Begrepen. V-I-N-N-E. En weet je niet... Geef me een high five. Dat is een beetje chaos wat we net hebben gedaan. Holy shit, bro. Fuck. Ze zei, je moet gewoon die trui aanhouden. Het is net de sauna nu. Ja, ik zei tegen Colin, als je... Wow, ik kan amper mijn arm recht houden zo, gek. Moet je eens proberen. En dan gaan vloggen. Het doet gewoon pijn in je arm. Het trilt ook gewoon, zie je dat? Holy shit. Nou, nu heb ik gelukkig wel een goede camera, dus je ziet niet helemaal dat het trilt. Maar ik zie mijn arm wel duidelijk trillen. In ieder geval, we zijn echt helemaal kapot. We hebben goed gezweet. En ik had als tip aan Colin gegeven van... Doe gewoon een sweater aan, een trui. Want dan zweet je veel meer, verbrand je veel meer calorieën. Vind ik veel chiller. Ik sport eerst altijd in een hemdje. Maar de laatste tijd als ik fitness, doe ik het gewoon altijd met een trui aan. Dat vind ik echt super relaxed. Maar oké, we gaan nu spullen inpakken en gaan we naar huis. Ja. Let's go. Ik heb net heerlijk gedoucht en nu is Colin aan het douchen. Ik ben alvast mijn spullen aan het inpakken, maar ik wil hem sowieso nog één keer keihard laten schrikken. Ik heb hier de toeter en jullie weten het, hij gaat keihard af. Dus daar gaan we even wachten. Nee, dat niet. Nee, al pijn aan mijn honger. Ik schrok niet echt. Jammer. Alle spulletjes staan in de auto. Het is namelijk zo dat we hadden nog heel erg veel plannen. Colin en ik dachten dat hij hier zou staan, maar hij verdwijnt in één keer. In ieder geval, hij is een beetje aan het haasten. Ik ben me een beetje aan het haasten. Want ik ga nu weer naar huis. Want Colin die gaat uit eten. Alleen dat was hij een beetje vergeten, dus het kwam een beetje last moment. Wat zei je? Colin gaat eten, maar hij was het een beetje vergeten. Punchline. En nu is het zo dat hij er vandoor gaat, ik er vandoor ga. Holy shit! Yeah! Oké, hier zit mijn bolletje. Ik heb hier wat drinken staan. Ik heb zelfs Griekse yoghurt met honing erin. En ik krijg nu een lepel erbij. Oh yeah! Ja, ik moet een reis tegemoet van anderhalf uur. Dus ik heb natuurlijk wel wat eten en wat drinken nodig. En ik heb even een lekkere shake gemaakt. Colin en ik hadden nog wat plannen. We wilden nog een gave FIFA video maken. We wilden nog dat scrub op ons gezicht doen. Zodat we onze huid zo eraf konden trekken. We wilden jou nog keihard gaan pranken met een toeter. Serieus, ik kwam thuis toen straks en ik dacht echt van, oh, ze staan ergens met die toeter. Maar jullie waren aan het fitnessen. Ik ging echt zo naar boven. Het had maar zo gekund. In ieder geval, dat gaan we gewoon allemaal een andere keer doen. Colin komt vast wel weer een keertje naar mij of ik kom hierheen. Ik vond het in ieder geval fucking gezellig. Bedankt voor de gastvrijheid, voor de vriendelijkheid, voor alles. High five. High five. En je hebt een gek huis, man. Ja, cool, hè? Ja, yeah, man. En het is in de kamer, hè? Ja, het is in de kamer, hè? Oh, het is twee, oh, het is echt gewoon, je hebt ook helemaal geen last van elkaar. Nee. En het is super chill, want je motiveert elkaar heel erg om gewoon meer dingen te doen voor YouTube, zeg maar. Om meer te editen. Dus jij ging editen, ging ik ook editen. Ja, klopt. Dat was super grappig. Anyways, dames en heren. Ik ga er vandoor. Anderhalf uur in de auto. En af en toe weer lekker muziek luisteren. Lekker gek doen. Gaat helemaal goed komen. Ik vermaak me wel. Let's go. Ja, dames en heren. Het is zover. Enzo Knol staat in de file. Je mag hier nu op dit moment op de snelweg 50 km per uur rijden. En we rijden nu 60. Oh ja, yeah, dus het klopt niet helemaal. Daar ben ik blij mee. Ben ik eerder thuis. Ik moet nog 47 minuten rijden. Dat geeft de TomTom aan. En de TomTom geeft automatisch ook aan hoe lang je er ongeveer ook over doet als er file is. Dus als het goed is, moet die 47 minuten ongeveer kloppen. Ik heb heerlijk wat gedronken, ik heb heerlijk wat gegeten. Ik ben een beetje muziek aan het luisteren zoals altijd. En ja, wat moet je nog meer doen tijdens het autorijden? Er valt niks meer te doen. Het is gewoon goed opletten op de weg. Want je weet maar nooit wat er gebeurt en wat mensen allemaal gaan doen. En dan hopelijk ben je gewoon zo snel mogelijk thuis en zit het verkeer mee. Joehoe! I feel good! En dat komt omdat deze hier net is aangekomen en die heeft meteen eten voor me gemaakt. Oh yeah! Een heerlijke grote ei op brood. En hier een heerlijke salade. En Mark die komt net terug van fitness, hoe voel je? Kapot. Kapot, gesloopt? Ja. Wat heb je getraind? Bicepsrug. Oh. Ik ga nu heerlijk eventjes genieten van wat eten. En in de tussentijd ga ik even een vlogje bewerken. Want ik ga me alvast een beetje voorbereiden op morgen. Want dan gaan we iets heel erg leuks doen.
Ik ben goed aan de gang geweest, dames en heren. Ik heb echt heerlijk nog gewerkt. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb nu net mijn computer uitgedaan. Ben nog eventjes wat dingetjes aan het afsluiten. Nog even, zoals je ziet op het aanrecht, wat dingetjes opruimen. En Mark die is een opdracht aan het doen voor school. En wat ik echt al een uur lang hoor, is dit. We hebben nog een lijn nodig. Ga weer naar Create. Je shapes. En klik op lijn. De hele tijd hoor ik die vrouw praten. Ben je schoolopdracht aan het doen, Mark? Ik ga helemaal dood van die schooldrak gewoon. Geen zin meer in, hè? Nee, dat is vervelend, weet je. Je moet gewoon iets nadoen en dan leren van, maar ja. Uiteindelijk heb je er wel wat aan. Ja, maar moet je kijken hoe ingewikkeld dit eruit ziet allemaal, joh. Ja, nee, daar ga ik niet aan beginnen. Ik zie het. Ik snap er helemaal geen bal van. Nee, ik ook niet, hoor. Maar dat is net zoals met Sony Vegas, dat programma wat ik gebruik om mijn video's te bewerken. Op het begin dacht ik echt van, hé, wat? Hoe kan je hier ooit een video in bewerken? Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar? Mark is nu een selfie aan het maken. Echt precies op tijd, gewoon. Geniaal. In ieder geval, hoe kan je daar nou ooit een video in bewerken? Maar dat leer je op een gegeven moment natuurlijk. Dan weet je precies hoe alles moet. En uiteindelijk weet je wel hoe je ongeveer een video moet bewerken. En zelfs nu leer ik nog steeds. Elke week leer ik wel iets nieuws bij Sony Vegas. En dat is op zich wel geinig. En Mark die heeft me ook wel wat tips gegeven. Laatst nog, weet je nog, met het fitness hadden we iets vets. Ja, klopt. Dan hadden we een soort 3D effect eroverheen gedaan. Ja, dat was wel dope, hè? Ja, dat was echt kicken, man. Anyways, ik ga mezelf helemaal uitkleden. Niet op film. Mark, kijk dan, wat? Wat ga je doen, Enzo? Nee, ik ga heerlijk even een tandje poetsen en klaarmaken om naar bed te gaan. Dan ga ik heerlijk slapen. Morgen wordt een hele leuke dag. Hopelijk zie ik jullie dan bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet nog niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, puus! Oh yeah! Knol Power!